Ja. Jongens, meisjes, dames en heren. Ik moet zeggen, de intro zat wat smoother in mijn hoofd dat hij uiteindelijk kwam. Jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Koen en vandaag zijn we hier met echt een top video. Zoals jullie weten ben ik tegenwoordig muziekartiest. Oh nee, alweer krijg ik een bonen. Nee, het is daar in de charts. Ik zeg de charts, want ik heb voor de mensen die niet weten en me niet volgen op Instagram, van wat ben je aan het doen? Mijn Instagram is Koen. Waarom volg je mij niet? Wat een onzin, wat een verschrikkelijke onzin! Ik stond in de top 50 Nederland op Spotify. Ik weet niet hoe lang, nu één dag en morgen sta ik denk ook nog wel in. Tegen de tijd dat deze video komt, waarschijnlijk niet meer. Maakt niet uit. Ik heb in de top 50 Nederland gestaan op Spotify en daar gaat het op. En trending 1, ziek lang, weet je of ik nu op trending 1 sta? Nee, dat ook niet. De track is een succes. Dat mogen wel gezegd worden. Heel veel mensen zijn positief. Dankjewel allemaal voor het lachen. En ben je nog niet geabonneerd op mij? Doe het dan nu. Abonneer hier beneden. We gaan echt lekker. Dit is bizar. Ik denk dat wij op dit moment het snelst groeiende kanaal zijn van Nederland. Denk serieus. 40.000 abonnees bij de laatste 80 dagen. What the heck? Unbelievable. Dank jullie wel daarvoor. Dus abonneer hier beneden. En dan een duimpje omhoog. Want vandaag even iets leuks. Even iets lachen. Ik sta dus op training 1 op dit moment dat ik dit opneem. En ik sta ook in de Spotify top 50 rap. Ik weet niet of u dat al wist, maar... En toen kreeg ik een berichtje vanochtend van Dennis Schouten. En die zei, hallo Koen, heb je zin om vanavond naar Slam te komen voor je nieuwe nummer? Nou, ik was van... Wat gebeurt mij nou? Ja, ik snap dat mensen op YouTube wel misschien leuk vinden. Is gewoon wel lachen, weet je wel, die video en op zich het catchy refrein. Maar om de radio te komen met dat boep, 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 boep nummer. Wie had dat nou weer verwacht? Nou, van het een komt het ander. En nu gaan we kijken naar Koen bij Slam. Kaasje. Kaasje. Nu echt de crème de la crème van YouTube en van Nederland in de studio. Weekend, hoe heet je ook weer? Echt lachen, Dennis, leuk. Zeker Koen, hè? Ik zeg hier ook echt lachen met jou. Daar zit ik in de Slam Studio. Koen Kardashian, lang niet meer van gehoord. Leuk, lachen. Leuk. Koen, hoe waren de aanvragen vandaag? Jij staat op nummer 1 op YouTube met jouw track. Die heet Geen Cartier. Gaan we zo ook even draaien hier op Slam. Ik kan me voorstellen dat jij elk radiostation hebt afgebeeld, omdat wij als eerste waren. Klopt, ja. Nee, ik heb veel aanvragen gehad, één van jullie. Uitgereikt van mij, hè. Mag ik de eer op meenemen? Ja, maar, nee, maar dat heb je goed gedaan, Dennis. Nee, maar was jij eerder? Ja, jij was eerder, hè? Ja. Ik had vorige week Kai van der Voort en nu Koen. Ik denk, ja, als het om grote namen gaat... Kai van der Voort, mensen. Niet een andere Kai, het is Kai van der Voort. Ja, die andere Kai de komende tijd eigenlijk nooit meer op de radio zal zijn. Wat is dat nou waard als je één staat op je YouTube? Ja, niet heel veel. Nee. Nee, het is wel leuk, maar als je één staat op Spotify of zo, is het wel meer waard. Kreeg je de vraag over wat het waard is om één te staan op YouTube? Je hebt er eigenlijk helemaal niet zo heel veel aan. Het is echt niet zo dat je dan ineens fucking veel views... Ja, het ding heeft fucking veel views, die video. Maar dat komt denk ik... Ik weet niet eens of dat door trending komt. Misschien wel. Nou, gewoon een back van het ding. Het is wel een soort waardering, toch? Ja, is dat zo? Ik denk dat misschien word je bij YouTube in een hogere ranking geplaatst. Krijg je misschien zo'n plak weer aan de muur thuis. Krijg al die YouTubers ook. Ja, deze boomer snapt natuurlijk helemaal niks van. Maar wat is deze track, man? Want geen Cartier, dat gaat over het merk. Ja, nou, het gaat niet echt over het merk, maar ik moest gewoon een titel hebben. Toen ben ik daar maar voor gegaan. Is het zo'n simpel verhaal, Koen? Ja, het is wel vrij simpel. Het is zeg maar, ik wilde eigenlijk een nummer... Je ging het dus uitleggen. Ik had van tevoren dus even kort met ze gepraat. Toen heb ik het kort uitgelegd van hoe het in elkaar zat. Met dat ik eerst een nummer iemand anders op zou nemen. Die wilde niet. Toen eigenlijk is dit geworden. Ik moet zeggen, ik weet niet of ze het helemaal begrepen. Ik vroeg ook van, kennen jullie al bankjes of zo? En Dennis had het wel ooit van bankjes gehoord, maar puur qua naam, niet echt qua video's. Dus dat. We maken met iemand en die had er geen zin meer in. Ik had geen zin om Brent te noemen. Ik had geen zin om het te noemen op radio. Ik gun hem die shiny. Het is mooi geweest. Ik weet niet hoeveel views inmiddels geen Cartier staat. Ik denk tegen tijdens video online staat, kan het echt prima dat hij van miljoen staat. Nou, binnen no time zijn we dan over dat andere nummer heen van hem. En dan is het gewoon klaar. Dan is het kaasje. En dan had hij gewoon mee moeten doen met de track. Heeft hij niet gedaan. Prima. En dit is hoe het nu is. Punt uit. Ik zei van ja, ik kan niet. Ik heb het druk en zo. Dacht ik van nou, maak zelf een nummer. Toen ben ik vorige week maandag, precies rond deze tijd, ben ik naar Russo toe gegaan. Een maatje van mij. Shout naar Russo. Shout naar hem. En toen hebben we het nummer opgenomen dezelfde avond. En donderdag clip geschoten. Donderdag clip geschoten. Zaterdag stond hij online. En zo ging het. Okay. En zaterdag stond hij ook gelijk trending 1. Goed zeg. En jij komt uit het collectieve Bankzitters op YouTube. Voor de mensen die het niet kennen. Wat is dat? Jongens, er is denk ik niks zo moeilijk als uitleggen wat Bankzitters is. Wat is Bankzitters? Er zijn een groepje gasten die random video's maken. Ja, wat voor video's dan? Ja, random. Helemaal random. Slaat nergens op. We maken video's, maar het is allemaal een beetje... Ja, een beetje raar. We zijn laatst gaan poldersporten en dan het een van doen ze elkaar een beetje het water gooien en zo. Een beetje lachen. Het is een beetje entertainment. Wel leuk. Beetje kutten. Beetje kutten inderdaad. Daar komt het eigenlijk op neer. Beetje kutten. Eigenlijk is beetje kutten misschien wel de perfecte omschrijving van wat wij doen. Met Bankzitters. Een beetje kutten. Waar kan je ervan leven? Je werkt niet meer omdat je lekker kan kutten. Ja, lekker kan kutten, ja. Nee, ik doe veel dingen en ik studeer ook nog. Hé, jongen, ik doe veel dingen. Maar namelijk, s'avonds doe ik dingen. S'ochtends, dan speel ik Tarzan. Ja, mooi. Nou, ik ga niet beginnen. Ik heb dus mijn eigen YouTube-kanaal. Gaan we meetellen? Ja. Ik heb mijn eigen YouTube-kanaal, daar hebben we Bankzitters. Daar heb ik nog een website in tegoedkaarten online. Kleine zouden, ik wil de goed. Even tussendoor gaan we de radio, kom straks nog terug, volgens mij. Ik heb laatst een app. Wat? Een app gekocht.
En dan, nou ja, laten maken, maar eigenlijk gekocht. Ja. En dat gaat fucking goed. Die staat nu in nummer 1. Jullie kennen hem toch wel? De FK'sje? Kijk, ik moest hem even noemen. Ik moest gewoon FK'sje noemen. Kaasje. Download hem nou. Kaasje. Nee, maar maak even reclame. Ik zie de hele app ook. Dames download en heren, Kaasje. Jongens en meisjes, download nou Kaasje. Kaasje staat sinds 3 weken geleden is hij uitgekomen op Apple. Hij staat op nummer 1. Voor al uw verse kaas aan huis bezorgd. Het is een topspel. Is dat echt? Het is geen, ik dacht kaas. Je krijgt een stukje kaas. Nee. Nee. Wat een boomer. Wat moet je doen dan in Kaasje? Wat is het is een soort Mario-achtig, maar dan leuk. Dus echt, als mensen hem niet gedownload hebben, nou ik zou het, jullie gaan hem downloaden zo, hè? Maar hij staat echt op 1. Hij staat op 1, hè? Al 3 weken. Ja, ik geloofde deze gast niet. Hij geloofde mij gewoon niet. Maar Kaasje staat op 1, maar op Android staat hij op 2. Maar misschien niet meer naar de vorige video van Kaasje. Want nu staat tie-dye op 1. Dat kan toch niet? Hoe kan tie-dye nou op 1 staan? Nee. Android mensen, download Kaasje en Apple mensen ook. Ik wil 1 miljoen download. Oh. Weet je waar je gedownload is de afgelopen 3 weken op Apple? Voor mij nu bijna 500.000 keer. Zo! 400.000. Dikke flex. Hij is een beetje de Patty Brat van YouTube. En ja, inderdaad. Hey Koen, we gaan lekker je liedje draaien. Want de Patty Brat van YouTube, kijk. Zo wil ik genoemd worden. Nee, dat vind ik zeer te pruimen, moet ik zeggen. Ja, ik ben positief verrast. Hij is dus positief verrast over mijn nummer. Ik vind dat dus echt bijzonder. Ik had dat mijn nummer echt leuk gevonden werd alleen door, zeg maar, jullie. Maar blijkbaar vinden dus andere mensen ook leuk, zeg maar, die ouder zijn en zo. Dat vind ik wel bijzonder. Dat had ik niet verwacht, moet ik zeggen. Meen je dit serieus? Nou, het is, je bedoelt niet dat liedje. De gast. De gast Koen vind ik leuk. Nee, ja, dankjewel. Nee, dat klopt. Ja, maar je moet het even horen, want ik kan me ook voorstellen dat iedereen die nu luistert denkt, nou ja, wat gaan we nu weer krijgen, maar geef het even de kans. Het is dus een geintje ook deels, maar... Geef het even de kans. Productie. Koen, geen Cartier. Besef, dat ik heb zo'n grote neus dat mijn neus nog achter het ding vandaan komt. Dat is toch ongelooflijk. Ga je ook toeren? Ja, over 5 jaar zit ik het dan, denk ik. Deze vind ik echt leuk. Deze moest ik maken. Ja, over 5 jaar zit ik het dan, denk ik. Over 5 jaar zit ik het dan. Waar kennen we dat ook weer van? Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Ziggo Dome. Is er nog meer muziek? Wat een Julia. Nee. Niet? Ik vind dit leuk om 1 keer te doen, maar je moet ook in jezelf gaan overschatten, vind ik. Kijk, en daar gaat het om. Leuk om een keertje te doen, muziek maken, en er komt vast ook wel nog een nummer. Maar een professionele muziekcarrière zit er voor mij toch niet in, denk ik. Helaas. Dikke pindakaas. Broodnuchtige jongen. Komen er nog meer apps? Nou? Nee, maar ik ben nu bezig met Kaasje. Ik wil 1 miljoen downloads op Kaasje. We moeten nog 100.000. Als ik dit nog een paar keer deze uitzending gooi, krijg ik dan aandeel in die app? Nee. Oh. Download dat niet, jongens. Er zijn allerlei virussen op zitten op die app. Dus er zitten geen virus op Kaasje. Hij zegt alleen dat hij jaloers is. Dat je ook nog in tegoedbonden, dat vond ik gek verhaal. Ja, ik heb heel kort. Zal ik het kort uitleggen? Ja, heel veel kort. Tegoedbonden, dat vind ik altijd loesje handel. Samen met 3 vrienden. Nou, loesje handel, wat onzin. Er wordt al gezegd, hoeveel loesje handel. Hallo, ik word tegoed is zo clean als maar kan. Ongelooflijk. We hebben met 3 vrienden maken wij YouTube-video's. En we hebben heel veel FIFA-video's gemaakt. Zeg maar het voetbalspel. En toen hebben we een website gestart. Ikwordtegoed.nl. Even kleine reclame. En daar kan je kaarten kopen voor PlayStation en voor Xbox en zo. En dan kan je daarmee dingen kopen of op je console. Oké, gelukkig. Dat is ook bij Bols geweest, hè? Er waren heel veel mensen opgelicht. Nee, hier hebben wij dus helemaal niks mee te maken. We zijn dat Dennis nu begint over dat pre-order show gebeuren. Ik moest daar even toch even de remmer op dat ik daar niks mee te maken had. Dat zouden wij nooit doen. Dit is absoluut niet waar wij iets mee te maken hebben. Dat was hem. Echt leuk. Het was fucking leuk. Ik vond het echt heel leuk om erbij te zijn. Het was echt lachen. Even nog kijken of hier nog een beetje comments zijn. Dit is zo lekker. Kijk, dat is goed. Wat is die Koen er ook een legend? Hey, Robinho, jongen, shout-out naar jou. Ontzettend Kaasje van Janko. Brit heeft nu spijtig geen track met Koen heeft opgenomen. Tja. Over 5 jaar Ziggo Dome, zegt hij. Ah, wat een heel klein het is naar Brent. Ach. Hoezo zingt hij niet mee? Dat zou geweldig zijn. Nou, ik denk toch allemaal dat we dat niet willen horen. Want ik kan dus echt totaal niet zingen. Het is echt puur die autotune. Jongen, echt alleen maar lieve berichten. Lekker zeg. Ha, dit is te mooi. Download nou Kaasje. Wat Kaasje. Wat een tank. Download nou Kaasje. De message, zeg maar, hier die over het algemeen eruit komt, is toch wel download nou Kaasje. Internetpiraat. Dankjewel voor het nakken van deze beelden. In ieder geval, mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Koen op de radio. Het is gelukt. Kan weer van de ching bucketlist af. Dankjewel voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal hier beneden. Like de video en dan zie ik jullie. Later.